allemaal. Deze video gaat over kwetsbaarheid. Iets wat toen ik het voor het eerst hoorde binnen Access Consciousness, was mijn standpunt ongeveer hetzelfde als de rest van de wereld, hè? Het collectieve onbewustzijn. Ik had zoiets van, waarom zou ik mijn ziel exposeren aan de wereld als er zoveel disrespect is en zoveel onvriendelijkheid? Ik kan dan mezelf helemaal niet meer beschermen. En over de jaren heb ik geleerd dat als je je gewoon gewaar bent, geen barrières omhoog hebt en je jezelf eigenlijk exposeert aan zelfs de kleinste energieën, dan heb je eigenlijk geen bescherming nodig. Dan ben je je gewaar van iedereen zijn standpunten, iedereen zijn agenda's en je eigen standpunten en agenda's. Over de jaren heb ik meer en meer gekozen om mijn eigen standpunten los te laten en vragen te stellen. En meer te zijn. En wanneer jij je standpunten loslaat en je vragen stelt, dan ontvang je het gewaarzijn dat het allemaal niet waar is en dat er helemaal niets verkeerd is aan ons. Alles wat we kiezen is gewoonweg een keuze. En wanneer je meer begint te zijn, begin je ook meer te ontvangen. En dan begin je ook meer te leven. Dus je hebt geen leven meer, maar je wordt levendig. En voor diegenen die dit allemaal al 1000 keer hebben gehoord, ik wil jullie toch uitnodigen, want als we allemaal meer kiezen, wordt het meer gemak voor ons allemaal. En voor degenen die er nog niet van hebben gehoord, ik wil je uitnodigen om vragen te stellen, want dat is één van de sleutels naar totale vrijheid. Het is bijna een levensbehoefte. Geniet ervan. Tot ziens.